Heel Holland bakt is al elf jaar lang een smakelijk hoogtepunt op de zondagavond, waarbij Robert van Beckhoven, samen met Janny van der Heijden en André van Duin, garant staat voor het succes van het Omroep Max programma. Te midden van alle zoete creaties van de deelnemende bakkers valt het echter op dat veel van hen vrouwen zijn. Robert heeft een duidelijke wens voor de komende seizoenen van HHB: meer mannelijke deelnemers. In een gesprek met RTL Boulevard doet de enthousiaste patissier een oproep aan mannen om zich aan te melden voor Heel Holland bakt. "Kom op", begint Robert zijn aanmoediging. "Die hebben we altijd nodig, maar dat komt wel goed." Dit ondanks het feit dat het programma door de jaren heen al enkele mannelijke winnaars heeft voortgebracht. Hoewel Heel Holland bakt een gigantisch succes is, onthult Robert dat hij soms twijfels heeft over de invulling van het programma. We bedenken van tevoren de opdrachten en vragen ons af of ze wel leuk genoeg zijn. Maar als je dan het eindresultaat ziet, ziet het er allemaal toch heel leuk uit wat er allemaal staat, deelt de patissier. Het creatieve proces van het bedenken en uitvoeren van opdrachten blijft spannend en leidt tot verrassend en smakelijk televisieplezier.